Goedemorgen, morgen. Goedendag, welkom. Dit is Lennart Wolfs en welkom opnieuw bij DJ Live Vlog nummer 7, waar we onderweg zijn naar ADE. ADE, oftewel Amsterdam Dance Event, zet eigenlijk Amsterdam een hele week in het teken van de dancemuziek. Zo zijn er feestjes van Nick Romero, Martin Garrix, David Guetta, uittrekking van de nummer 1 DJ in de wereld. En ik ben hier om voor Pioneer DJ te werken. Klaar om te vertrekken naar de Pioneer DJ stand. Ik heb mijn Pioneer DJ t-shirt aan. En mijn badge, ik weet niet of je het kan lezen. Boom, wat elke toegang geeft tot alle feestjes en alle evenementen, alle conferences, alle talks eigenlijk over heel ADE. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien. We gaan vooral heel veel op de Pioneer DJ stand zijn natuurlijk, omdat ik daar al continu ben. Maar links en rechts springen nog wel ergens binnen. Neem jullie nu mee naar onze Pioneer DJ Playground. We zijn hier nu op onze Pioneer DJ Playground, waar we eigenlijk al ons materiaal hebben opgesteld. Ik zal even een kleine rondleiding geven. We hebben hier zo eigenlijk de main DJ booth, waar eigenlijk optredens zijn van onder andere DJ Sneak, Roger Sanchez en vele, vele anderen. Dan hebben we hier zo'n DJ booth met de RX2, hier zo, de DS1000 en een Nexus 2. Iets cool en nieuw is eigenlijk de DD200, die zien we hier zo. De DD200 sluit je eigenlijk aan op je iPhone of een Android device. Daar kan je eigenlijk zo mee spelen. Ik zal het eventjes tonen. Dit is een controller. Je hebt dus 3 EQ's. Bassen, middentonen, hoge tonen. Hier het jogwiel, EQ's of eigenlijk performance pads die je kan bedienen. En de bediening doe je eigenlijk met je iPhone. Dus je kan eigenlijk een liedje kiezen hier zo op je iPhone of op je Android. Die sleep je links of rechts in. Druk je op play. Eigenlijk alles op wat je op je DD200 doet, zie je op je iPhone scherm veranderen. Dus je hebt op deze controller performance pads die je kan gebruiken voor hot cues, effecten, samples enzovoort enzoverder. EQ's, jogwheel, pitch en een iPhone app die je gebruikt eigenlijk om je muziek te kiezen, waar je ook muziek van streaming services kan gebruiken. Voor de rest hebben we nog interessante dingen en die laat ik jullie nu zien. Aan deze boot hebben we eigenlijk de rest van de controllers, dus we hebben net de DD200 gezien. Hier staat de DD400, de DD1000 en de DD800. Dat zijn eigenlijk telkens een niveautje naar boven met meerdere kanalen, meerdere effecten, meerdere mogelijkheden. En een van die stapjes laat ik jullie nu zien. Ik krijg eigenlijk vaak de vraag over welke controller je moet kopen als je net begint met DJ. En dan zou ik eigenlijk de DD400 zeggen. Zoals je kan zien heeft deze eigenlijk al meerdere knopjes. Hier heb je aparte effecten die je kan besturen. Heb je meerdere pads ook die je kan gebruiken. Is het iets groter, professionelere uitgangen. Kan je loopjes hier maken, heb je niet langer je telefoon nodig, maar de computer. Een vraag die ik vaak krijg is eigenlijk welke controller je nodig hebt om te beginnen. En dan zou ik wel de DD400 nemen. De link daarvan is hier zo in de beschrijving. Als je vragen hebt, dan stel me ze gewoon. Dan hebben we hier zo de DD1000 en de DD800. En hier zo achter mij nog 2 Nexus 2 sets. Hotelkamer in de Hoxton in Amsterdam. Het is een mooie hotelkamer. Alweer, ik zal hem even laten zien, dames en heren. Oké, dan hebben wij hier zo het bed. Een bed. Plaats voor de laptop en een telefoon. Een tv, hallo tv. Dan hebben we hier zo een spiegel met vlakken. Met allemaal vlakken. Ja. En dan de badkamer, dames en heren. De badkamer is zo mooi. Mooi! Ja. Zo, nu net aangekomen in de hotelkamer. Hier ga ik mijn klein beetje opfrissen en een klein beetje chillen. Mijn gsm opladen en dan vertrek om te eten en voor de eerste feestjes. Maar wat heb ik eigenlijk vandaag allemaal gedaan voor Pioneer DJ? Dat is eigenlijk toezicht gedaan op de stand. Ik heb mensen uitleg gegeven over nieuwe producten, over Recordbox, over de CD's, over de controllers, een beetje over eigenlijk alle producten die op onze stand te, zicht,
te zien waren. Ik heb ook mensen verder geholpen met vragen. Dus als je zelf een vraag hebt over Recordbox, of over DJ in het algemeen, over controllers, over dingen die jij jou afvraagt, laat dan even hier vanonder in de comments weten, dan help ik je graag verder. Wat ga ik vanavond nog doen? Vanavond zijn er eigenlijk duizenden opties. Er is Roger Sanchez vanavond, er is Carl Cox vanavond, Tool Room is vanavond, Tomorrowland Party is vanavond, Austin Beach en FG is vanavond. Ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen. Ik ga eerst en vooral iets drinken, even chillen, iets eten en dan ga ik gewoon zien op welk feestje ik uitkom. Maar ik neem jullie mee, dus je gaat alles kunnen zien. Het is koud! Dus ik sta hier nu op een verlaten parking in Amsterdam. En nu ben ik aan het wachten op Robbe, want ik moet vanavond gaan draaien. Dus hij was ook in Amsterdam hier op ADE voor meetings. En hij komt me zo weer ophalen. En dan gaan we helemaal de way naar België. Woe! Tot in de late uurtjes en dan weer helemaal terug. Woe! Boom. En hier zijn we dan in de auto met Robbe! We zijn nu onderweg naar België, naar de verjaardag van de 18e verjaardag van Steen. Het loont! Net terug nu van de Sweet 18 van Steen. Het is nu ongeveer 3:30. Dus ik ga nog 2 of 3 uur slapen, denk ik. Goedemorgen, we zijn nu enkele uren later. Ik heb me net gedoucht. Nu een beetje gel in mijn haar doen. En dan klaar voor de laatste dag op ADE. Vandaag komen coole DJ's spelen op onze stand. Dus ik ben mega benieuwd. En daarna afbreken. En dan is het eigenlijk zaterdagavond dus. En dan nog enkele DJ-sets. Terug in België. Dus het wordt nog een leuke avond. Zo, net terug van het afbreken van de playground. Het was eigenlijk redelijk snel gegaan. Op 2 uurtjes tijd. We hebben enkel moeten wachten op de vrachtwagen. Maar alles helemaal top. Ik ben nu mijn spullen aan het pakken. Het is niet veel. Het zijn 3 onderbroeken, 2 paar sokken, t-shirten, de camera en mijn hoofdtelefoonzakje. Dus alles past gewoon in 1 kleine tas. Ik ga het hier wel missen. Het is hier super leuk. Nu gaan we nog iets eten met de Pioneer Crew en dan komt Robbe mij terug oppikken. Ik ga naar de Uber. Ik ga met de Uber naar de parking waar Robbe is en dan gaan we weer naar België toe om weer dat te draaien. Boom! Shopping.
Zo, net terug van ADE. Ik hoop dat je het een leuk avontuur vond. Als je het zo leuk vond, abonneer, subscribe en like deze video dan heel eventjes. En als je een DJ-vraag hebt, laat ze dan achter in de comments en dan help ik je graag verder. Tot de volgende keer!